0-5, hoe zwaar is de teleurstelling? Uh, heel zwaar. Echt heel zwaar. Het is echt uh, een grote, diepe teleurstelling. Um, ik had het ook totaal niet verwacht. En ik denk de ploeg ook niet. Um, ja, als je van 3-0 uh, van herenveen verliest. En die staan bovenaan. Dan, uh, ja, en ik zie je zwollen. Dan uh, ja, ik kan ik het niet begrijpen. Ik snap er echt niks van. Nochtans, de eerste helft. Heel veel kansen. En dan één counter en bingo. Ja, dat blijkt zo gaat het vaker bij ons. Uh, wij komen blijkbaar altijd 1-0 achter. Uh, ja, ik weet niet. Het is blijkbaar gewoon iets. Ja, uh, yeah. ik weet niet. Ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Uh, nee. dus als ik aan jou vraag, wat is de oplossing? Niet richting idee: um... efficiëntie. Efficiëntie, ja. Het is gewoon, ik vind gewoon dat we sowieso uh, meer moeten trainen. Ook. ook als we vrij zijn, niet maar drie keer, maar gewoon vier keer. We hebben een nieuwe ploeg. Um, we hebben kwaliteiten individueel genoeg, maar niet als groep. En um, ja, ik vind dat we dat toch wel beter moeten gaan doen en daar ook meer op moeten gaan trainen. En uh, gewoon kop omhoog houden. Er ook wordt er gewoon vaak ingezakken. Uh, iedereen kop naar beneden en uh, ja, zo hou je een wedstrijd niet eens vol. Dat is wel een verschil, denk ik, met de Nederlandse ploegen. Die trainen wel veel meer, denk ik. Ja, Nederlandse ploegen sowieso. De mentaliteit is daar heel anders. Die zijn daar veel meer mee bezig. Dat merk ik ja. Nu ik hier voor het eerst in België kwam, had ik ook zoiets ja, heel anders gelijk. Ja. En ze zijn ook veel fysieker.